Dit is Hans Duinisveld. Hij heeft al jaren een paardenrusthuis. Maar nu moet hij van de gemeente zijn terrein aanpassen en zorgen dat het gras groen blijft. Doet hij dat niet, dan wacht hem een flinke boete. Als hij niet weggaat, dan krijg ik een dwangsom van 25.000 euro aan mijn broek. Het moet dus gewoon weg. Maar als ik het weghaal, dan wordt het ook zwart. En dan wordt alles zwart. En dit moet dus gewoon ook groen blijven, deze hoek. En dan Jacques Kingma. Hij heeft op zijn terrein een aantal schuren waarin hij oldtimers opknapt. Mijn probleem is dat wat u hier ziet, dat dat allemaal weg moet. Behalve dat hok wat daar staat, dat mag blijven. De verantwoordelijk wethouder was niet bereikbaar voor commentaar. Maar de gemeente laat weten dat er bij handhaving geen uitzonderingen mogelijk zijn. En de stompwijkers? Die geven zich niet zomaar gewonnen en laten het als het moet op een rechtszaak aankomen.